De preventie voor nierschade is echt nodig. Dit zegt Simone Amataram van het Nationaal Nierdialyse Centrum NNC van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het NNC zal samen met het huidverzorgingsbedrijf Skin Glance een informatieavond houden met als thema Leer je nieren kennen. Het initiatief komt van Skin Glance. Sima Jimidar, directeur van het bedrijf, zegt dat ze aan huidverzorging doen, maar door de jaren heen verschillende gevallen hebben gehad waarbij het probleem niet aan de huid lag. Dus werd er onderzoek gedaan naar wat er mis was met de huid, zegt Jimidar. En dan zo ga je kijken, je zoekt de oorzaak. En dan merk je dat de oorzaak niet bij de huid zit, maar het zit heel veel dieper. En zo is de relatie tussen Skin Glance en de urologie, dus de nieren, gaan ontstaan. Want als je nier niet goed functioneert, blijven de afvalstoffen opgehoopt in het lichaam en gaat hij zich ergens gaan afzetten. En dan zie je dus op je huid allerlei uitslag en allerlei dingetjes. Dus zo eigenlijk ben ik erin gaan rollen. En op een gegeven moment is hieruit een samenwerking gaan ontstaan met Stichting Dutch Stone van Dr. Paul Kill in Nederland. En van het een is het ander gekomen. We zijn begonnen met informatieavonden organiseren. Van de informatieavond hebben we de Holmium Laser in september gegeven aan het AZP. Arts gebracht naar het buitenland. Mensen naar hier gebracht om trainingen te verzorgen voor het AZP. Maar dan ben je maar op die manier bezig. Maar je bereikt degene niet daar beneden. Ja. Je moet echt naar de mensen toe gaan. Wil je het probleem goed oplossen? Want die ben je alleen maar wat al beschadigd is aan het behandelen. Volgens Amataram worden er landelijk 700 patiënten gedialyseerd. 90% van de nierschade in Suriname is het gevolg van een verhoogde bloeddruk en/of diabetes. Als de nier eenmaal beschadigd is, herstelt het niet meer. Amataram benadrukt dat er vaak informatie wordt gegeven hoe men ervoor moet zorgen dat de nier niet beschadigd raakt. We moeten letten op onze leefstijl. Have a healthy lifestyle. Eet gezond. Let op je bloeddruk, minder zout eten vooral, echt letten op je, want de meeste van ons Surinamers, hè, we houden van heel veel smaak. Dingen als Ajinomoto, Maggi Block, ketchup, daarin zitten er al heel veel zout. Genoeg bewegen, voldoende bewegen, en over bewegen gesproken is het dan niet gewoon even snel bewegen, een kwartiertje fietsen en ik heb al bewogen, nee. Over voldoende bewegen, dan heb ik het echt over 3 keer in de week echt een half uur intensief bewegen. Dus een half uur en meer natuurlijk. Niet roken, voor degene die roken, AUB stoppen met roken. Roken is zeer gevaarlijk. Ja. Ik kijk naar de cameralui hier. Ja. Want ze moeten het weten. Precies. Ja, gevaarlijk. En hou je bloedsuikerspiegel ook in balans. Dat was Simone Amataram van het Nationaal Nierdialyse Centrum. Samen met Sima Jimidar van het huidverzorgingsbedrijf Skin Glance was ze te gast in het programma In Gesprek Met. De informatieavond Leer je Nier Kennen wordt woensdag in Groenjari gehouden.